Hi allemaal, mijn naam is Daniel en ik heb hier de nieuwste iPad 9e generatie alweer voor me. Hij heeft een paar upgrades gekregen, dus laten we hem gelijk uit de doos halen en hem gaan bekijken. Zin in. Kijk dan. iPad 9e generatie alweer. Het is echt bizar hoe snel dat gaat. Oei. Oké. Nou, de iPad zelf zit natuurlijk gewoon in de doos. Laat ik die maar gelijk uitpakken, want dan kunnen jullie hem ook zien. Oeh. Nou, zoals jullie zien, hij heeft dus nog gewoon een Touch ID knop aan de onderkant. Hij heeft de aan- en uitknop die aan de bovenkant zit. En wat deze iPad ook nog heeft, en dat is een mini jack koptelefoon aansluiting. Nou, niet heel veel Apple producten hebben die nog. Dus dat is wel heel fijn, dat je dus nog gewoon je ouderwetse koptelefoon kan aansluiten. Speakers aan de onderkant zitten. Microfoons aan de voor- en bovenkant. Die zie je hier heel subtiel. Ook hier weer, de iPad is super snel opgestart. Hij laat nu gelijk alweer het welkomscherm zien. Ik ga hem zo meteen even instellen, want dan zien jullie hoe snel dat gaat. Dan hebben we nog natuurlijk de boekjes. Ook daar belangrijk. Even kijken of de sticker bij zitten. Want dat is zeg maar wel, dat is toch wel... Oh ja, twee stickers. Hij heeft een USB-C naar Lightning kabel. Dus de iPad heeft nog een Lightning aansluiting. Geen USB-C, echt Lightning. En er zit nog een blokje bij. Altijd fijn. Als je net bent overgestapt naar USB-C, dan is het toch wel fijn dat het er gewoon bij zit. Ik ga de iPad even instellen, want dat gaat tegenwoordig echt super snel. We kiezen de taal. Kijk, en dan krijg je dus al, als je je iPhone of een iPad in de buurt houdt, krijg je meteen te zien, configureer nieuwe iPad. Het fijne daarvan is, hij neemt alle instellingen over die jij dus al hebt ingesteld op een andere iPad of iPhone. Dus dat is heel fijn, dus we doen even scannen. Het is belangrijk dat je de iPhone in de buurt houdt van de iPad. Je moet ook een internetverbinding hebben, maar ja, omdat je hem dus met elkaar aan het connecteren bent, neemt hij dus gewoon die instellingen over en hoef je dat dus niet meer opnieuw in te stellen. Heel erg fijn, eerlijk is eerlijk, het gaat gewoon razendsnel. Twee kleuren, Space Gray en in het zilver. Ik heb hier zelf de Space Gray variant. De zilver variant is gewoon wat lichter van kleur. Hij heeft een 10,2 inch scherm met 500 nits. Dus wil je nou bijvoorbeeld buiten iets bekijken, een video bekijken op de iPad, dan kan dat makkelijk, want daar is de helderheid sterk genoeg voor. True Tone Technology, ben ik zelf erg groot fan van. Voor 's avonds als je een boek aan het lezen bent, dan wordt dat blauw een beetje gefilterd, dus dat geeft wat meer rust. En daarnaast ondersteunt hij ook de Apple Pencil eerste generatie. Niet de tweede generatie, de eerste generatie, die je nog kan opladen met je Lightning connector. Dus je kan hem gewoon onderaan aansluiten. Nou, zoals ik al zei, hij heeft nog een homeknop met Touch ID, dus dat is heel erg vertrouwd. Even snel mijn vinger instellen, is ook maar een paar seconden werk. De Touch ID kan je gebruiken voor bijvoorbeeld Apple Pay of voor het unlocken van je iPad. Dus dat is heel erg fijn. Of als je bijvoorbeeld ergens op een website wilt inloggen met je inloggegevens en je wachtwoord. Nou, dat is dus zo gedaan. Plaats je vinger, voltooid. Nu gaat dus mijn Apple ID configureren. Dan kan je dus ook nog helemaal instellen. Je kan die stappen ook gewoon overslaan en dit later oppakken. Hij pakt dan alsnog de instellingen van je huidige telefoon of iPad die je misschien op een andere plek hebt liggen. De iPad die heeft een 8 megapixel groothoekcamera aan de achterkant zitten. En een 12 megapixel ultra groothoekcamera aan de voorkant voor je FaceTime gesprekken. Dus als je dan even een meeting hebt of je wilt even met familie of vrienden FaceTimen, dan kan het nu nog betere kwaliteit. Nou, zoals je ziet, op de iPhone geeft hij aan veel plezier met je nieuwe iPad. Dus die kan even apart worden gelegd. En dan kan je dus alles gewoon, eigenlijk gewoon overzetten. En dat doet hij dus allemaal met een internetverbinding. Dus het is echt wel belangrijk dat je die dus even goed behoudt. Je kan daarnaast natuurlijk ook je Apple Pay instellen, omdat hij dus Touch ID heeft. Dit is hem eigenlijk dus, gewoon de nieuwste iPad. 10,2 inch scherm, 500 nits met True Tone Technology, 64 gig en 256 gig. Space Gray en in zilver. Heb je nou nog vragen over deze iPad? Laat ze dan even weten in de reacties, want dan kan ik daar zo snel mogelijk op antwoorden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!